sluiten. Wat gaan we doen? We gaan zorgen dat de ketting niet gedraaid is. Dus we leggen hem allemaal recht. Leg je de punten naar elkaar toe. Het draadje van de aanhechting doe je onderaan. En dan sluit je in de derde lus. 1, 2, 3. Met een halve vaste. Zo. Nou is de ketting gesloten en dan gaan we beginnen met de meervoud van 16 steken en hoe op te bouwen. We beginnen met 3 lossen. Plus 1 stokje ernaast. Let wel, je werkt aan de goede kant van je werk, dus je werklus zit altijd aan de rechterkant van je stokje. Hier is dan nummer 2. Zie je hem? Daar. Dat is nummer 2. We beginnen hier met 2 stokjes. Aan het einde van de toer voegen we het derde stokje bij en dan heb je die sectie van 3 stokjes. Tussen alle delen in haak je 1 lossen. Dus 1 lossen. We slaan 1, 2, 3 steken over en in de vierde maken we een V-steek. Ik ga nu V-steek zeggen. Ik ga het 1 keer laten zien hoe het moet. Een stokje, 3 lossen plus nog een stokje in dezelfde steek erbij. Dat is een V-steek. Dus als ik nu V-steek ga zeggen, betekent dat je een stokje, 3 lossen plus een stokje in dezelfde steek moet gaan haken. Zoals net al gezegd, 1 losse elke keer erachteraan. Dus 1, 2, 3 steken overslaan. In de volgende 3 ieders 1 stokje. Dus 3 stokjes op rij. 1, 2 en nummer 3. 1 lossen. 1, 2, 3 steken overslaan en in de vierde een V-steek. Zo. Laat ik je even zien. 1 losse eerst maken. Dus wat hebben we gedaan? We hebben de toer gesloten in de derde losse. 3 lossen opgehaakt staat voor het eerste stokje plus 1 stokje ernaast. Werklus zit aan de rechterkant van je stokje. 1 losse sla je 3 stokjes over van de ketting. In de vierde maak je een stokje, 3 lossen en een stokje. Dan ga je verder, sla je weer 3 steken over. 1 losse en 3 stokjes in de vierde, vijfde en zesde steek. Weer een losse, 3 stokjes overslaan, stokje, 3 lossen en een stokje in de volgende steek. Nu gaan we weer 3 steken overslaan. Hier hebben we 1 losse gehaakt en de volgende 3 maak je weer een stokje. En sla je weer 3 steken over en in de vierde maak je weer een stokje, 3 losse stokjes, dus een V-steek. Zo ga je de toer helemaal rond totdat we in het begin zijn en dan gaan we samen de toer sluiten. Goed, ik heb het laatste stokje in de steek voor de 2 stokjes gehaakt. Gaan we sluiten in de derde lus. Dus 1, 2, 3. Daar gaan we sluiten met een halve vaste. Het zal in het begin wat stroef gaan. Volgens mij zit ik nou verkeerd. Ja. Zo. Sluiten met een halve vaste. Dan gaan we beginnen met 3 lossen te haken. 1, 2, 3. Plus eentje erbij voor de afstand. Dan gaan we naar de V-steek. In de V-steek haken wij 7 stokjes. Daar gaan we. Dus nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. 4. 5, 6 en nummer 7. Nu weer 1 lossen. Dan gaan we naar de 3 stokjes. In het middelste stokje bovenop haken we 1 stokje. Dat is 1. Nu 1 lossen. Dan gaan we naar de volgende waaier. En daar maken wij weer 7 stokjes in. 1, 2, 3, 4, 5,
6. En nummer 7. 1 losse. Jullie beginnen waarschijnlijk al te herkennen de self-bay. Dat is een goed teken. Dan gaan we naar de volgende 3 stokjes. In de middelste 1 stokje haken. 1 losse. Dan laat ik het nog 1 keer zien, want daarna is het herhaling. Na de V-steek, daar maak je 7 stokjes in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 en nummer 7. 1 losse. Na de 3 stokjes in het middelste 1 stokje en een losse. Dit ga je herhalen en dan zien we elkaar terug in het begin. Dan sluiten we samen de toer en dan gaan we samen beginnen aan de volgende toer. We zijn begonnen met 4 losse ophaken. De eerste 3 staan voor een stokje en de derde staat voor die afstandslosse. Dus we gaan nu sluiten in de derde losse vanaf beneden. Dan zul je zien dat je precies 1 losse ervoor en 1 losse erna overhoudt. We gaan nu beginnen met 5 losse ophaken. 5 losse staat voor een stokje, 6 losse staat voor een stokje en de 3 losse die je moet maken om de V-steek te creëren. Dus laten we beginnen. 1, 2, 3 losse voor het stokje. 1, 2, 3 losse voor de tussenin. Omslaan en in dezelfde steek een stokje bijplaatsen. Nu heb je dus een V-steek gecreëerd. Dan gaan we verder. 1 losse. Nou moeten wij 3 stokjes in het midden van de 7 hebben. Dus we slaan de eerste 2 steken over, de derde, vierde en vijfde gaan we een stokje maken. Let wel, je werkt aan de goede kant van je werk, dus je werklus zit aan de rechterkant. Dus even laten zien. 1, 2 steken overslaan, de derde, vierde en vijfde maken we een stokje. Gaan we beginnen. 1, 2 overslaan, in de derde een stokje. In de vierde een stokje. En in de vijfde een stokje. En dan zul je zien dat je nog 2 steken overhoudt. Dat maakt 7. Dan zit je goed. 1 losse haken. En naar het stokje van de voorgaande toer. En daar maak je een V-steek bovenop. Dus even een keer herhaling. Dat is een stokje, 3 losse. Plus nog een stokje erbovenop. En altijd voor en na een patroontje een losse haken. Goed. Ik heb die losse ook gehaakt. Dan sla ik weer de eerste 2 stokjes van de 7 over. In de derde, vierde en vijfde maken we weer een stokje. En dan ga ik het daarna nog 1 keer met jullie herhalen. Want daarna is het herhalingspatroon. En dan zien we elkaar terug in het begin. 1 losse. Na de stok in het midden hier. En daar haak je een V-steek. Dus een stokje. 3 losse. Plus nog een stokje erbij. Dat is de V-steek. 1 losse. Eerste 2 steken overslaan. In het derde. In de vierde. En in de vijfde maak je een stokje. 1 losse. En zo ga je door. Leggen. Zo, ik ben rondgehaakt. Ik heb mijn laatste 3 stokjes in het midden gemaakt plus de losse. En dan gaan we de toer sluiten en beginnen aan de volgende toer. Dus in het begin hebben we gedaan dat we 6 losse hebben gehaakt. De eerste 3 stond voor een stokje en de andere 3 voor de afstand om de V-steek te creëren. We gaan nu in de derde lus, dus in de derde losse gaan we sluiten met een halve vaste. Nou zie je dat precies mooi. Wel, je bent daar. Nu zie je dat je mooi rond bent gegaan. Alle steken kloppen nog. Hier loopt eigenlijk de lijn. Je moet er altijd voor zorgen dat je midden van elke patroondeel bent. Dus als je met 3 stokjes in het begin hebt, moet je altijd in de eerste, dus in de middelste beginnen. Dat zijn 2 stuks en die laatste die haak je aan het einde van de toer. Die 3 losse staat in het midden, dus dat blijft gelijk. En de V-steek begin je aan het rechterpootje van de V-steek. Nu,
komt het spannende, want we hebben natuurlijk nu een toer te maken met 7 stokjes in het midden. We gaan nu eerst starten met een halve vaste in de V-steek en dan gaan we beginnen met 4 stokjes. Dus we gaan beginnen. We beginnen met een halve vaste in de V-steek. Zo. Dit om wat naar het midden toe te komen. Nu gaan we beginnen met 3 lossen. 3 lossen staat voor je eerste stokje. Nu nog 3 erbij, want we moeten er 4 hebben. Dus 1, dat is nummer 2 en nummer 3. Dan hebben we 4 stokjes. Als we straks de toer daarna gaan haken, dan moeten wij weer 3 stokjes in het midden doen. Dus dan kom je precies in het midden van jouw 7 stokjes uit. Dat moet, want je moet op 1, 2 stokjes beginnen en de laatste stok doe je in het einde van de toer erbij. Dus begin je met 5 stokjes, 4 stokjes, waarvan 1 met 3 lossen plus 3 gehaakte stokjes. 1 losse. Door naar de 3 stokjes en in het midden weer 1 stokje. Dit is een gedeelte herhaalpatroon, dus ik ga het 1 of 2 keer laten zien, maar even kijken hoe snel het gaat. 1 losse naar de V-steek, daar maak je 7 stokjes in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 1 lossen. Ik ben rondgehaakt. Ik heb mijn laatste stokje in de middelste van de 3 stokjes van de vorige toer gemaakt. En dan gaan we samen de ketting sluiten. We hebben hier al 4 stokjes gehaakt. Hè? Dus de 3 lossen telt ook voor een stokje. Dan gaan we daar nog 3 stokjes bij maken. Zodat we ook daar weer 7 stokjes hebben. Dat is 1, dat is 2 en nummer 3. Zo. Nu een beetje opschuiven zodat dat kettingje van 3 naar voren komt. En dan maak je in de derde lus een halve vaste doorheen. Zo. Nu heb je hier in het midden ook 7 stokjes gemaakt. Nu gaan we 3 lossen ophaken. 1, 2, 3. Plus 1 stokje ernaast. Want je moet daar uiteindelijk op 3 stokjes uitkomen. Maar het is altijd de helft plus 1 als je een oneven getal hebt. Dus bij 7 is dat 4. Dus dat is 3 plus 1. Als je 3 hebt is dat 1. Plus 1 is 2. En dan ga je weer herhalen. Dus het is nu een herhaalkwestie vanaf de eerste toer dat we begonnen zijn. Dus we gaan nou weer een V-steek maken in het stokje. En altijd overal nergens een losse tussendoor. 2 steken overslaan. In de derde, vierde en vijfde maak je weer ieders 1 stokje bovenop. 1, 2 en nummer 3. 1 losse. Doorgaan naar het stokje. En daar maak je weer een V-steek bovenop. 1 stokje is 3 losse. En nog een stokje erbij. En een losse. Ga je herhalen tot je weer rond bent in het begin. Het is dus nu gewoon puur alleen herhaalpatroon. Je moet alleen altijd voor zorgen dat je in het midden hier, in het midden van je sectie uitkomt. Dus als jij 3 stokjes hebt, moet jij in het middenste beginnen. Dus 3 keer lossen plus een stokje ernaast. Dan zal je eindigen bovenop het stokje. Dus dat komt precies uit. Je zal dan precies hier eindigen. Dan maak je 1 stokje erbij en dan heb je in totaal 3. Ben je in het midden, dan maak je een stokje. In de toer daarna sluit je in de derde lossen, want je hebt er eentje bij gehaakt, want je moet die 1 afstand ertussen hebben. Sluit je in de derde lossen, dan maak je 6. En een ketting van 6, dat wil zeggen, de eerste 3 staat voor het stokje en de volgende 3 voor de afstand te creëren voor de V-steek. En dan sluit je uiteindelijk in de toer met in de derde lus vanaf het begin. Dan haak je een halve vaste naar het midden en dan haak je 3 op plus 3 lossen. Met 3 stokjes ernaast. Dan heb je precies weer het midden van de sectie. En uiteindelijk zal je dan uitkomen precies in het midden van de 7 stokjes. En dan kan je weer beginnen met de 3 lossen plus een stokje ernaast. Zoals je hier ook begonnen bent. Dus vanaf hier ga je nu herhalen tot de hoogte wat ik je ga aangeven. Ik ga deze toeren afmaken en dan gaan wij samen de rand maken van de tas. En eventueel nog de flap eraan. Gaan we even kijken, want het is haken terwijl ik aan het filmen ben. En dan gaan we verder met het voeren van de tas, de hengsel maken en de mooie knoop aan.